Vergeet die lieve kleine schattige chihuahua-hondjes. Want als je er tegenwoordig helemaal bij wil horen, dan moet je gaan voor het mini-varkentje. Voor nog geen 150 euro mag je al zo'n schattig mini-varkentje mee naar huis nemen. Maar hoe lief ze er ook uitzien, ze zijn echt niet te vergelijken met een hond of een kat. Dit vindt ze dus duidelijk niet leuk, hè? Dit vindt ze niet leuk. Nee, oppakken, dat vindt ze echt niet leuk. Maak je ze niet blij mee. En echt mini blijven ze ook niet. Dit kleine varkentje Doortje is nog maar 3 maanden. Maar al snel zal zij zo groot zijn als dit volwassen mini varken Big. Fokker Siska Westerveld hoopt dan ook dat mensen eerst goed nadenken voordat ze besluiten zo'n varkentje in huis te halen. Een varkentje groeit tot 2 jaar, groeit hij gewoon door. En tegen de tijd dat hij 2 jaar is, dan kan hij 30 à 40 centimeter zijn en zo'n 30 kilo. En ten eerste kan je hem dan niet meer tillen. Ten tweede vinden ze tillen al sowieso niet leuk. Dus dan heb je toch een probleem. Want is het dan na 2 jaar nog wel zo leuk, dat varkentje in huis? Ook in het onderhoud zijn de minivarkens anders dan de gewone huisdieren. Er zijn wel mensen die de varkentjes binnenhouden, maar het wordt toch afgeraden. Het is een varkentje en hij moet gewoon naar buiten kunnen. En ze hebben scherpe tandjes. Ze kunnen gewoon heel de boel anders overhoop halen. Het is eigenlijk een beetje een jonge hond, daar is meer vergelijkbaar mee. En je moet ze ook gewoon goed opvoeden, maar 100% in de gaten houden. Tja, na dit verhaal lijkt het me toch beter om Doortje vaarwel te zeggen en toch zonder mini varkentje naar huis te gaan.